Zo, dus ik heb nu net ben ik eventjes in bij het kringloopwinkeltje geweest. Zo, mama die zit dus nu naast me, ja, in de auto. Hele goedemiddag allemaal, welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick, Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag zaterdag 1 april 2023 en het is bijna 2:15. Ik heb Roderick ook aan de telefoon en ik sta nu even ergens en bij een kringloopwinkeltje Het Koopje. Dus daar ga ik zo even lekker naar binnen en Roos ook nu op zijn werk, dus ja, hè. Ik ga je lekker meenemen vandaag, dus heel veel kijkplezier op deze gloednieuwe vlog. Zo, dus ik heb nu net ben ik eventjes in bij het kringloopwinkeltje geweest, Het Koopje in Brezond, ja. En het zit dus in Brezond, ja. Mag ik niet liegen? Ik ga eens even de straat eventjes opzoeken voor jullie. Dirk Lubberstraat 6, ja. Daar ben ik dus even geweest en ik heb een heel leuk klein beeldje voor mama gekocht. En ik hoop dat mama er ook blij mee zal zijn. Maar nu ga ik jullie gewoon weer even een klein stukje ontouren meenemen. Even kijken hoe en wat. En waar ik binnenkort ook naartoe wil, et cetera, et cetera, et cetera. Dus ik ga jullie even daarop neerleggen. Yes, helemaal goed. Kijk, check, 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 dubbel check. Yay. Dus, ik ga eens even kijken of ik naar ergens naartoe kan waar ik naartoe wil. Want dat is ook hier ergens in de buurt, alleen ik weet niet waar. Ja, dat is nog leuk. Dat is allemaal daar naartoe. Nou, we gaan gewoon eventjes een beetje ontour. Ik neem jullie gewoon gezellig mee. Ja, ik moet toch nog even nog wat kopen. Dus. En ik wil nog even mijn auto een beetje schoonmaken, dus ook dat nog. Ja, dat is een klein stukje ontour. Helemaal goed. Ja. Kijk. Eens even kijken, er komt een auto aan. Moet ik even op wachten. Twee auto's en een busje. Ik zie daar dus nou net niks. En het regent ook, jongens. Zo. Ja, joh. Gewoon eventjes een klein stukje ontour. Dit is namelijk lekker Brezond. Ik ga het gewoon een keertje doen, jongens. En met het pontje, omdat ik dat leuk vind.
Ik ga dat gewoon eens een keertje doen, omdat ik dat leuk vind. Ik weet niet hoe duur het is, maar dat maakt niet uit. Ik pak gewoon even wat geld uit mijn portemonnee. Een porto en met niks. Ja, ik weet totaal niet waar ik uitkom hier. Echt gewoon niet. Ik denk, nou, ik ga gewoon wat rijden, joh. Hè? Dan kom ik hier weer uit. We zullen zien, hè, waar dit allemaal belandt. Ik kan niet weten, niet. Want ik zie dit zo vaak. Het is wel leuk. En met zo'n kabel. Jeetje, dat is nog oud. Eigenlijk, zeg maar. Ik kan het net niet zien hoe duur het is. Maar oké, auto, nog wat. Geen idee. Zal ik een foto maken? Ja, lijkt me een hele goeie. €1,50. Oh. Dit is zo grappig. Maar, en maar één auto of kunnen er twee op? Geen idee. Nog nooit zo meegemaakt hier. Oh, dit vind ik creepy. Geld hebben, jongen. Of is het nou zo rustig? Is goed zo. Okay. Hoi. Dit is wel heel grappig. Heerlijk.
Daar staat ik weer. Ja, hier dus. En zoals jullie zien, het is vies. Ja, het is vies. Eeuw. Dus ik ga even schoonmaken. Ja, is ook alweer hap nodig de tijd. Dus, en ik ga dit ook schoonmaken. Zoals jullie kunnen zien, is het ook hier vies. Ergens vies, overal vies. Dus dit ga ik ook even schoonmaken. Hoort er ook weer bij je. Conclusie, ik heb hele koude handen, zoals je kan zien. Maar, het is weer schoon. En kijk eens naar mijn velgen. Oh, blinkie blink. Voor nu dan, maar dat is weer heel snel veranderd. Maar voor nu, zie je heel mooi. Weer mooie blink. Ja. Ik sta weer eventjes te posten. Ik had mama net al even gebeld van, joh, bent u thuis? Nou, die was thuis, maar ze was net met de jas aan om te gaan lopen met de hondjes. Dus ik sta nu weer verdekt opgesteld, dat ik dus mama kan zien. Dus ik ga jullie ook lekker draaien, zodat jullie kunnen zien van waar ze vandaan komt. Want mama die heeft mij dus nooit in de gaten vanzelf. En ik ha dus wel. En dan moet hier dus niet zo... Even kijken, kan dat? Ja, dat kan wel. Even hoog zetten. Dat het even niks meer beslaat hier. Kijk. Helemaal goud. Dus, ik ga weer lekker draaien, zodat jullie kunnen zien. Komt ze aan, hoor. Komt ze aan, hoor. Zo, mama die zit dus nu naast me, ja, in de auto. En haar vlogcamera die staat daar, leuk. En ik heb mama dus nu net wat gegeven, dus dat gaat ze uitpakken. Dus u mag nou uitpakken. Goh, kijk toestemming. Zelfs mijn kijkers wisten al niet. Oh ja, wat geweldig. Kijk dan. Nou, dan moet je het prijsje eraf halen. Ik zag een papiertje. Hij is mooi. Echt super. Mooi, hè? Ja, echt. Moeder Maria, die zit eens een keer op de knieën. Ja. Normaal staat ze altijd en nou zit ze. Ik zag hem staan en denk, die moet ik meenemen voor u. Zo, nou, ik ben weer in de buurt van de zaak. Ik heb de auto geparkeerd en ik ga zo lekker naar binnen. Ga ik nog even slapen, want vannacht rijd ik weer lekker terug naar huis. Dus, vond je dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden en doe het belletje aan, doe het duimpje omhoog en laat even een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen dankjewel voor het kijken en graag tot morgen.